Ik ben Richard de Locono, ben 17 jaar oud. Ik speel bij Feyenoord Rotterdam onder 17. En ik heb vandaag een video met Fit VT. Dus de aansluitingstreffer is daar, 2-1. 24 minuten nog maar op de klok. En dit nog steeds dus in de eerste helft. Feyenoord weer op weg naar het doel. Uiteindelijk Belarbi weer voor het schot. Belarbi voor zijn hattrick uiteindelijk afgeven. Dit gaat gevaarlijk worden. En dit gaat heel gevaarlijk worden zelfs, want het is een doelpunt. Het is dit keer Rai Chantello Knol die je maakt. Oké, jongens, ik zit hier met Chantello Knol, speler van Feyenoord onder de 17. Laten we eens beginnen met wat zie jij nu in de nabije toekomst, zeg maar, gebeuren? Ups en downs bij Feyenoord. Maar ik denk dat het alleen maar goed voor me is. Mm-hmm. En ik denk dat het beter is dat ik er nu mee moet dealen dan in de toekomst. Ja. En ja, ik probeer gewoon zo hard mogelijk te werken en zoveel speelminuten te maken bij onder 19 volgend seizoen. Hey, en als we even kijken, zeg maar, over 5 jaar. Wat is je doel? Waar wil je staan? Het liefst in de Kuip, maar zo niet. Dan hopelijk ergens anders in een bij een andere Eredivisie club. En wie weet misschien in het buitenland. Wie weet nog nooit waar, de Schipstraat. Want wat is je droomclub? Als je, zeg maar, gewoon droomclub ongelimiteerd mag denken? Ik denk toch wel Liverpool. Liverpool? Ja. Engeland? Ja. Vanwege de fans of vanwege de sfeer? Ik denk sfeer toch wel. Ja? En heb je ook een favoriete speler? Nee, dat niet. Ja. Nee? Nee? Heb je wel een voorbeeld waar je vroeger naar opkeek? Want, ja, natuurlijk Ronaldinho. Maar altijd? Ja. Maar niet echt de type speler die ik ben. Maar nee, precies. Want omschrijf jezelf eens, wat voor type speler ben jij, zeg maar? Ik ben een hele aparte speler als ik eerlijk ben. Ik kan soms opeens een hele mooie actie maken. Ik kan toch wel bal veroveren. Ik kan meedoen in de aanval, verdediging. Dus ja. En wat zijn nou, als we zeggen, dit is jouw echt jouw sterke punt? Wat kan je er dan uithalen? Ik denk toch wel 1 tegen 1 verdedigen. Ja? Ja. Dus 1 op 1 komen ze er niet langs? Nee, ik denk het niet. Moeilijk. Hey, en even zaterdag. Bekerfinale. Ja. Wat is je voorspelling? NEC thuis. Ik denk 3-1 overwinning voor ons. Ja, moet wel. Ja? Ja. Kan niet verliezen. Erghuis. Hebben jullie al tegen ze gespeeld competitie of niet? Ja, we hebben 1 keer uit verloren en 2 keer thuis gewonnen. Oké, jongens, we staan hier inmiddels op het mooie grasveld van Varkenoord. Hier train je dagelijks, geloof ik, hè? Ja. Is het, zeg maar, hoe zou jij het niveau van de trainingen beschrijven? Toch wel hoog. Ja. Ik train wel met jongens die ervaring hebben. Nederlands gebied, Nederlands elftal, dus, ja, we kijken even naar volgend seizoen. Ja. En je maakt een paar stappen. Ja. Zeg maar, je gaat veel in de onder 19 spelen. Ja. Wat hoop je dan volgend seizoen eventueel, zeg maar, is dat dan, ben je al tevreden met het feit als je gewoon regelmatig onder 19 speelt en voor de titel mee kan spelen met onder 19? Of hoop je stiekem dat het toch nog een stap verder gaat? Ja, onder 19 zal een hoge stap zijn, maar natuurlijk wil je altijd meer. Ja, natuurlijk een droom zou wel zijn dat je met eerste mag meetrainen of zo. Ja. Want wie zijn jouw concurrenten nu? De posities waar jij je zeg maar... Ja, ik hoop volgend jaar op rechtsback positie te focussen, dus dan alleen Denzel Hall. Ja. Ook een goede speler, dus ja, het wordt moeilijk. Hey, en jij bent, als ik het goed zeg, in 2017 van Zwolle naar Feyenoord gekomen? Klopt. Zeg maar, is dat een bewuste stap geweest dat je hebt besloten van ik wil nog een stap hogerop voor trainingen naar de topclub? Ja, het was een mooie ervaring. Het was mijn eerste keer bij een profclub. Ja. Ja, het draaide een goed seizoen. Een jaar Nederlands elftal gespeeld. En ja, dan merk je toch wel van als er een topclub aan de deur komt, dan denk ik toch wel. Moeilijk om het te weerstaan. Ja, ja. Dan denk ik toch wel, ik wil wel een stapje hoger proberen. Ja. Uiteindelijk heb ik het ook gedaan. Een jaartje goed seizoen bij onder 16 bij Feyenoord gespeeld. Mm-hmm. Ja, onder 17 begon ik ook goed en uiteindelijk ben ik op de bank beland. Maar ja, ik vind het alleen maar beter. Ja, dus nu moet je echt knokken om je plek terug te krijgen. Dus, ja. Dus dat knokken, dat krijg je er nu wel op deze manier gewoon in. Ja. Hey, en jij hebt ook met Curaçao, als ik het goed zeg? Klopt, dit seizoen. Heb jij gespeeld voor kwalificatie Olympische Spelen? De WK. WK-kwalificatie. Ja. En omschrijf dat eens. Hoe is dat om daar helemaal... Voetbal daar is heel anders. Ja. Dat sowieso. Wat zijn er veel jongens die niet in Curaçao voetballen? Ja. Er waren wel 7 jongens uit Nederland meegekomen. Utrecht, Volendam, spelen ze. Dus ja. Toch wel leuk. Ook andere cultuur.
Want is het dan ook echt, je moet naar Curaçao natuurlijk, maar is het dan ook als je uitspeelt tegen Canada, hebben jullie geloof ik gespeeld? Ja, Canada, Panama, Costa Rica. Moet je dan ook naar Canada toe? Of? Oh nee, het was gewoon... Of was het één toernooi op één? Ja, één toernooi. Oké, en hoeveel zijn jullie geëindigd daar? Ja, we hebben de laatste 16 bereikt, dus voor Curaçao is het toch wel een topprestatie. Jammer genoeg geen WK behaald, maar ik denk in de, wanneer we onder 20 spelen, denk ik wel dat het... Dat we het kunnen behalen. Hey, heb je misschien nog iets wat je kan weggeven aan de kijkers? Een shirtje of iets? Of een, noem maar iets op. Tuurlijk, ik ga kijken wat ik in huis heb. Ja. En dan handtekeningen zitten erop? Ja, tuurlijk. Alles voor de fans. Hey, top, ik wil jou bedanken. Ja.